bij Landstede Hammers hebben we hier aan de bal Jack Pekenkorf. Eerste drie punten van de wedstrijd gaat voor Dijk Graaf. Dat is de nummer 15 is dat Noah Dickerson. Ja, drie. Kom schuin meteen terug. Eliop! Oeh, nee, toch niet. Het is wel een drie punten voor Boy van Vliet. Goed opgelost van. Hier is Quisenberry, dat is de gevaarlijke klant bij Zwolle. Ja, mooie assist. Er zit een handje tussen, dus en weer een handje tussen van Stoenbries dit keer. 5 seconden is de klok, het moet groter worden. Stolk voor 3 en die is raak. Ja, laatste volgend seizoen nog onder contract bij de Zwollenaren. En natuurlijk ook een oude bekende hier in de Maaspoort. Lekker dumpertje, af en stop. Mag de lijn uitzetten samen met Quisenberry. Oeh, daar staat hij wel helemaal vrij. Michael Koza. Het volle weer. Weer een loplaasje. Ja, en dat is Terry Bizar. Die weet er wel raad mee. En zo een voorsprong van 8 punten voor Zwolle. En dan zullen de fans. 3 punten van Stoenbries. Ja, voor mij was het net zo snel. Ja, de fans van Zwolle die zijn meegereisd zullen blij zijn. Mist hem. Hier was de bal. Rebound. Kijk of ze nu een keer overleg spelen. Nou, Stoenbries nog een keer voor 3. Ja, en nu valt hij wel. Eindelijk is dat de derde 3 punten van de Mos deze wedstrijd. En zijn eerste punten. En zo is het verschil weer 5 puntjes. Oeh, dan kan Quisenberry helemaal gelijk doorlopen. Ja, en die weet er wel raad mee. Jumpertje voor Hoeven, die bal is te kort en uiteindelijk de rebound voor Moor. Spel verdelen, Walker, Van Vliet. Het is een moeizame handel, maar de bal blijft in de ploeg. Een paar goede dribbles van Moor, die gaat wel snel voor de driepunter en die valt ook nog. Nou, ik kan maar aan de bal. De vervanger door de Vachten. Zo, nou. Woe. En die schiet hem ook wel knap raak hoor. Ik kan maar zo aan het einde van dit eerste kwart. Nou, Moor, sterke actie naar de basket. Ja. En hij rondt hem af. Ik kan al zei, snel eerste stap. Komt de dubbel team aan. Pakot is helemaal open, net te laat. Oeh, ja, dan moet hij. En dan moet Moor het schot nemen. Oei, oh, dan gaat hij nog raak ook. Heel knap. Ja, je bent mee, hoor. Ik kan maar. Moor staat een roep op de bal, publiek zijn. Nou, Austin Price voor 3. Ja hoor! En dan komt daar een time-out. Ja, een time-out voor zo'n Marchionnet. Goede hesitation van Kozak, maar hij weet hij niet af te ronden. De ring werd niet geraakt. Oh, toch wel. Oh, ik dacht dat hij niet geraakt werd. Toch wel. Nee, dat is wat Braan ook zegt. De ring wordt niet geraakt. Ik kan toch een nieuwe schotklok. Nu 5 seconden erop. Balletje naar Bisa. En dit is ook goed gespeeld. Mag Stolk afronden en dat doet hij ook. Ja. Op de schotklok. Ik kan maar sterk aan de basket. En die komt er mooi af. Boy van Vliet. En boe, boy. Ja, Boy van Vliet. Wurmt zich weer naar de basket. En komt zo op. Ja, hele goede station om de verdediger uit de balans te krijgen. Switchen ze weer op dikke. Ik kan maar achterloos paasje naar Bisa die knap heeft afgevonden met contact. Moor probeert zich een weg naar de basket te vinden. Extra paasje voor Akot. Ja hoor! Ja man. Nee. Balletje hier naar Akot. En die rolt sterk af. En zo komt het spel op en neer. Van Vliet, hij mist maar. Ja, en one. Maar goed, is het voordeel van Hero. Ja, inderdaad. Met Moore voor de step back. Woehoe, ja hoor. Wie Moore komt in de dubbele cijfers. Die gaat naar time-out. Bijna, want Bizar staat erin, denk ik, voor Dickerson. En nummer 22, ik kan maar voor. Weet ik even niet aan mijn hoofd. Hier is Stolk in ieder geval. Ik had voor verder was. Moet de bal uiteindelijk toch nog naar een speler komen, ja. Ja, outside, naar Price. Ja hoor. Gaat door.
6 seconden op de schotklok. Dan moet Quisenberry opschieten. Of ja, voor 3 en die schiet raak. Uiteindelijk toch nog. Fijn over 3 in de hoek. Ja, ja hoor, die maakt raak. Van, ja, die gaat door zijn enkel heen, Quisenberry. Ja, die blijft daar zitten en dan heeft Den Bosch voorsprong. Ja, ja. Dan scoren ze. 7 seconden op de schotklok. Dorsey Walker met de bal. Wat gaat hij doen? Ja, die moet gaan schieten, want kan hij niks meer. Wordt strak verdedigd hoor door Ekamba. En dan krijg je ineens een beetje een plumpudding van een bal. Ja, daar had toch iets meer uit kunnen halen, denk ik nog. Maar goed. Quisenberry. Uiteindelijk hier de bal naar Hoeven voor 3. Ja. En die is raak. En zo weer een voorsprongetje voor Den Bosch. 1 puntje is het slechts. Pick and roll. Ja, een goede paas hoor. Weer goede handoff. Ja, en dan is Pachter out of position. Dan kan maar met Dikkers een pick and roll. 7 seconden op de schotklok. Oeh, die draait er net Dikkers uit. Pakt de rebound. Ja, en dan is daar fout van de Pachter. Dat is net te laat inderdaad. Ja, die stond, stond achter zijn man uit de boxen. Dan wordt het lastig. Pick and roll met een kot tussen of niet. Uiteindelijk hier Moore helemaal vrij in de hoek voor 3. Ja! Goed gezien door van Vliet hoor. Ja. Voor assist. Goeie backdoor hoor. Lekker dunkje ook. Van de nummer 10, Jack Pakenkoff. Met de screen aan. Schijn pick and roll is het eigenlijk dan. 6 seconden op de schotklok. Nou, dan gaat Van Vliet maar zelf weer. Ja, dit doet hij al. Slim, dit doet hij heel vaak. Puur op de dwel, jongens. Nou, Price voor 3. Ja hoor. Ja. Ja, je ziet het gebeuren. Ja, hij is vlug meteen naar een time-out. Quisenberry. Dribbelt even een rondje. Ja. Nog een rondje. Nog een keer. Maar weten we die toch wel af te ronden. Ja, dat is wel knap hoor. Van, ja, ik betwijfel het toch hoor. Maar goed, dat is wat anders. 5 seconden. Stoenbries. Price eromheen. Over Quisenberry. Ja hoor. En zo komt Alsen. Oeh, lekker blok! Of was het een. Ja, het was een blok van. Op Bisa, die wilde hem afdunken. Oh, dan kan Moritz helaas net niet verzilveren. Dat is jammer. Hier ook weer. Ja, 3 seconden op de klok. Nou wordt de haast geen fout maken. Akamba die forceert een schot. Ja, en dat was een makkelijke rebound voor Jito Kop. Ja, dan moet de Bosch gewoon even de tijd nemen om gewoon een goede aanval te lopen en hopelijk de score te krijgen. De tijd is de vriend. Ja, hij kan gewoon naar die basket toe. En er is dan een fout. En one. En een score. Fout van Stolk. Den Bosch zit wel op 14 fouten. 7 seconden op de schotklok. Ik denk dat Fenner naar de basket gaat. Die gaat het schotje. Oh, hij gaat raak ook nog. Met een forceerd schotje. 67 tegenover 59. En ja, dan, als ik dan kijk naar het scoresheet, dan heeft Zwolle slechts 7 punten gemaakt.